maar ik ga even trekken. 1, 2. Knolpower. Hallo dames en heren. Tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe vlog. Eigenlijk een kijkje in ons leven. Vandaag is het een supermooie dag. Het is wel fris, maar de zon schijnt. Dus dan heb je al snel zoiets van... Lekker. Ja, yeah, lekker. We gaan even het dorp in. En we nemen jullie natuurlijk mee. Let's go! We hadden nog niet gegeten en we dachten laten we gewoon eens gek doen. Dus we lopen hier langs een tent en toen liepen we even terug. Hier gaan we gewoon naar binnen en we gaan hier even lekker wat eten. Heel erg krijg ik het idee dat het avond is als we hier binnen zitten. Kijk maar even met me mee, kijkers. Het is best wel druk al gewoon. Hier ook. Het is heel erg druk zelfs. En in de keuken zijn ze heel erg druk bezig met allemaal lekkere dingen maken. D en ik hebben allebei de geitenkaassalade. We doen het eigenlijk ook nooit. Zo. Lunchen? Nee, lunchen. En dan al helemaal niet zo op zo'n donker plekje, zeg maar. Nee, maar ik vind het wel gezellig. Het is heel gezellig. Even een vraag aan D, maar ook aan jullie kijkers. Wat valt jou op aan de wc-deur? Aan beide wc-deuren? Heren is met dubbel E. Heren is met dubbel E. Waarom hebben ze dat ooit gedaan? Misschien is dat oud-Nederlands. Dat kan. Ja, want ze hebben hier ook een apparaat. En er staat dat je 1 kwartje erin moet doen. Nou, en ik weet niet of jullie het weten, maar eerder had je altijd guldens voor de euro. En toen had je kwartjes. Nu heb je dat niet meer. En hier heb je dus heren met dubbel E. Het moet wel oud-Nederlands zijn, omdat ze ook dat apparaat met guldens hebben. Niet echt een fout die je maakt of zo. Nee, dat denk ik ook niet. Misschien een kind van 4. Misschien hebben ze dat laten doen door een kind van 4 die dan net iets kan schrijven. Oh nee, op je 4 kan je ook nog niet laten schrijven. Kind van 6 die dan net kan schrijven en dan zo heren. Omdat je zegt wel heer is wel met dubbel E. Ja. Maakt meer fout. Nee. Nee, dus misschien. Maar ik denk oud-Nederlands. Wij willen ooit nog eens een keer heel erg graag naar Curaçao. Ja. En daar hebben ze dus nog guldens. Dus misschien gaan we jullie ooit meenemen daar naartoe. Naar de tijd van de guldens. En weet je wat dan het mooiste is? Ik heb serieus nog een bakje met allemaal guldens. Dus dan kan ik dat bakje openmaken en dan kan ik aan jullie laten zien. Weet je wel waar die is dan? Ik weet waar die is. Dat is echt heel erg vet. Er zit ook nog allemaal oud geld in voor de euro's. Dus voor de Europese Unie. Want je hebt natuurlijk in heel Europa nu euro's. Maar daarvoor had elk land zijn eigen betaalmiddel. En daar heb ik nog heel veel briefjes van. Dus echt heel erg gaaf om te zien. Dit is echt niet normaal. Dit ziet er zo lekker uit met broodjes. Wauw. Zo, heerlijk. Dit is best wel raar. Even weer daglicht. Oh. Wow, zo! Fucking heftige geur, holy shit! Nu snap ik waarom die bijtjes altijd erheen gaan. Het is gewoon fucking lekker. Deze zei, kijk, en zo'n piemel. En toen dacht ik, hè? Ik ging altijd met school heen en toen gingen we er altijd op lachen. Ging je altijd piemels kijken? Nou, ik zal het jullie wel even laten zien. Oh mijn god, dat ik hier gewoon om lach, wat kinderachtig, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon nog echt een piemel ook. Hallo meneer, ik weet niet of je het wist, maar iedereen kan je piemel zien. Koelkast, open. Zit er veel in? Niet meer. Dus we moeten boodschappen doen. D, wij gaan in stijl. Yeah! Nu is het natuurlijk een hele uitdaging om hier vanaf te gaan. Heb ik ook nog nooit gedaan, maar vandaag wordt de eerste keer. Ik wil hier vanaf met dit ding. Ziet vreemd, hè? Ja of nee? Nee. Nee? Ja, doe maar. Jij, nee, wij denken... Jij rollen tegen de grond? Ja. Oké. Okay. Jij komt hier tegen mij, jij denkt dat ik dat niet kan? Nou, doe nou, ik word er zenuwachtig van. Het gaat zo niet. Oh! Oh my god! Holy shit! Als mogelijk, gek! Oh yeah! Shotgun! Shotgun, 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 shotgun! Geef mijn swag weer terug! Nee! Van een hele verre afstand roken we al iets heel erg lekkers. En toen kwamen we hier bij de winkel, waar we even boodschap gingen doen, hebben we hier allemaal, kwamen we in één keer deze tent tegen. Stroopwafels! Hey! En deze toffe kijkers natuurlijk. Ja. Maar we gaan even wat lekkere stroopwafels halen. Meneer, het ruikt echt verrukkelijk. Mooi zo, dankjewel. Echt heerlijk. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Ja, gaan we zeker weten doen. Nee, ik wil die grote. En zo. Oh, dat hartje. En zo, wil je een hartje? Ja, zeggen. Ik wil een hartje. Yeah, hartstroopwafel, ja. Hartje, dat is toch niet voor mannen? Ja, natuurlijk mogen jullie op de foto. Tuurlijk. En zo, hartje, dat is toch niet voor mannen? Hartje, tuurlijk is hartje voor mannen. Wij hebben ook gevoelens. Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Ik ben boos. Ik ben heel erg boos.
Dus ik pak de Swagway, ik pak mijn ballon en ik ga er vandoor. Fuck day. Nee, even serieus. Weet je wat er aan de hand is? Ik heb het al heel erg lang uitgesteld. Maar Dee die zegt nu tegen mij, als een soort van moeder zijnde. Enzo, we gaan nu vandaag de woonkamer opruimen. Die kutkast. Die niet goed is en waarvoor ze hun fouten niet willen erkennen, mogen we een jaar lang terugbrengen. Dus... Oftewel, we hebben nog een jaar en we hebben echt totaal geen zin om dat te doen. Maar het is hier wel zo en we willen het een beetje netjes maken. Jij wilt netjes maken. Ik wil het netjes maken. Mij maakt het niks uit. Dit is hier gewoon heel erg... Maar weet je wat het is? Jij leeft gewoon in je knolrol. Dat is... Je slaapt... Ja, precies. Je slaapt alleen ergens anders en voor de rest ben je daar altijd. Maar ik niet, want ik word daar wel schrik en dan ben je aan het opnemen en dan wil ik ook even iets anders doen. Ja, dus omdat ik heel veel van D hou, ga ik nu dit allemaal opruimen met jou. Ja, knolpower. We moeten aan de slag. Ga ik op de Swagway en jij op het knolpowerpaard. Ga jij er eens op zitten trouwens? Staat je enig. Ik zat laatst een oude vlog terug te kijken en toen zat ik bij zo'n winkel in zo'n autootje wat dan als je er 50 cent in gooit, wat dan zo gaat bewegen. Ja, dat weet ik nog wel. Weet je dat nog? Toen kom ik in de winkel en zo mag ik 50 cent. Ja, waarom? Nou, hier heb je het. En toen had ik de camera meegenomen en toen ging ik zo... Ik moet heel eerlijk zeggen, en ik denk dat sommigen van jullie het ook nog wel eens hebben, als jullie zo'n apparaat zien staan, dan heb je ook zoiets van, ja, eigenlijk wil ik 50 cent in doen en erin gaan zitten en dan... Yeah! Maar hoeveel kinderen zie je dan niet ook... Van echt van virus van, mam, mam, ik wil erin, mam. En dan, nee, want die auto's worden helemaal gek. Die worden blut van al die dingen. Ja. En mam, maar mam, ik wil erop. En eigenlijk als je erop zit, is er eigenlijk helemaal niks aan. Dat moet je toegeven. Dat ding gaat gewoon... Ja, dan gaat het vet slow. Ach ja, oh, ik heb een vet idee. Ik pak hem bij de teugel. Dan trek je zijn hoofd eraf. We hebben hem onthoofd. Ik hoop niet dat we hem gaan onthoofden. Oké, ga. Maar ik ga je trekken. 1, 2. Oh, shit. Oké, dat gaan we niet doen. Ik wil hem wel heel houden. Oh shit. Ik weet niet hoe ik dit er weer omheen ga krijgen hoor. Oh. Lief beestje. Nee. Nou ziet hij er heel verkrekt uit. Zit hij zo goed? Ik weet het niet, maar hij kijkt heel bangstig naar mij. Hij is boos. De stroopwafel is verrukkelijk. We hebben namelijk heel even een pauze genomen. We zijn al aardig goed op weg. Yes. We hebben al heel veel dingen opgeruimd. En de tv staat er gewoon weer. Dat is wel heel bijzonder. We hebben alleen geen tv-kabel. Dus het wordt Netflix en chill, maar... Verder niks. Die zon is heel erg scherp, vooral als je van binnenkomt waar het redelijk donker is. Maar in één keer werd er geklopt op de deur. En toen dacht ik van, hey, dat is de fotograaf die hier eerder is geweest. En dan heb ik het natuurlijk over Edwin en de toffe aanhang die hij heeft meegenomen. Ik heb natuurlijk even een handtekening voor jou, grote baas, op de bal gezet. En we hebben hier ook een heel erg mooi boekje. En dan gaan we meteen even wat foto's schieten, althans de fotograaf natuurlijk, voor de website. Dus we gaan er even leuk op staan. En daarnaast heb ik natuurlijk een leuk boekje meegegeven. Want binnenkort is Ralf jarig. Dus Ralf, als je ooit ook de vlog kijkt, als het goed is wel, dan gefeliciteerd. En hier een mooi boekje speciaal voor jou gesigneerd. En dan als het goed is, gaan er nu nog een paar foto's komen. Even lachen. Dan hou ik de camera gewoon lachen. Zo vast. Dan neem ik jullie weer mee. Komt ie, ja. Zo, dan moet ik in één keer weer denken aan gisteren. Oh, ik werd helemaal blind. Ik was daar echt helemaal... Huh? Ja, want Edwin was dus een van de fotografen die bekende banners, mensen, voetballers en zo, ging fotograferen. En hoe dat dan gaat, joh. Het is wel bizar om mee te maken. Het is de eerste keer dat ik het op die manier had meegemaakt. Want dan zo, ja, hiernaar kijken, hey, Enzo, hey, Dee, hey, hiernaar kijken. Ja, en gisteren waren we eigenlijk nog maar heel weinig. Serieus? Want ik denk dat we gisteren met 5 of 6 fotografen stonden. Ja. Nou, ik was helemaal blind. Ik kreeg zoveel flitsen dat ik echt zo... Huh, ik moet mijn ogen open houden, want het is een foto en dan sta ik heel gênant met mijn ogen dicht op de foto, maar het was een ja, maar die gooien weer weg. Maar iedereen wil natuurlijk dat perfecte shot hebben, dat ze in je lens kijken. Ja, dus daar moet je altijd hard roepen. Ja, dat is jouw camera. Ik herken jouw stem. Mooi. Dus wij dachten, ja. Nou, even kom. Heel goed. Maar is het dan ook zo dat je, als je dan geen aandacht krijgt van die persoon, ook al heb je wel gezegd, hé, hierheen, dat je een keer iets gek zegt of zo? Van poepseks! Nee, dat is misschien wel een goede tip. Dat is een goede tip, toch? Knolpower. Een vette poepies. Maar ja, dan heb ik mijn hand zo, maar dan kan ik niet fotograferen. Nee, dat is waar. Maar dan heb je wel aandacht. Ik kan een goede zetten. We gaan proberen. Ik heb er zo'n enorm hekel aan dat het de laatste tijd, en dat zal ook nog wel een hele tijd duren, het zo vroeg donker is. En dan niet gewoon schemerig. Nee, in één keer, sjoef, slaat het om en is het pikdonker. Dee, wat heb jij daar? We hebben voor een hele grote kast met allemaal eten erin. Oh. Je kan natuurlijk last hebben in de winter van sneeuw.
dan moet je dat gaan krabben van je ramen af, als je tenminste een auto hebt. Maar je kan ook last hebben van iets heel anders dan sneeuw. Namelijk van bladeren. In de herfst zijn er zo verdomde veel bladeren die van de boom afvallen, dat je gewoon niet moet krabben, maar alle bladeren eraf moet waaien. Ik denk dat het wel met je ruitenwissers kan trouwens. Maar dat heb je ook alleen maar hoor, als je echt onder een boom staat zoals hier. Deze boom is zo fucking groot, dat is niet normaal. Kijk dan wat wij gaan eten. Het zijn sperrips. Oh, het is heet, maar heel erg lekker. Klopt toch? Oké, dan is het goed. De sperrips zitten nog steeds in mijn maag, wat eigenlijk logisch is, want ik heb nog geen grote boodschap gedaan. Maar ik bedoel meer zo van, ik voel het nog steeds, terwijl we ongeveer 3 uur verder zijn. De mooie plant, nou, ik kan hem niet zo noemen denk ik, maar de plant van mijn oma, die het gewoon nog heeft overleefd, terwijl ik hem echt, ik denk, in totaal een maand geen water heb gegeven. Tot dus vandaag weer. Heb ik hem maar even hier neergezet, zodat ik de plant vaker zie. Want hij was in de woonkamer een beetje verstopt in een hoekie. En hier kom ik natuurlijk zowat elke dag. Dus dan zie ik hem en dan denk ik, hey, even wat water geven. En het is zo, even een tip voor alle mensen die thuis zo'n boompje hebben. En die gewoon dreigt dood te gaan. Je ziet dus heel veel dode bladeren aan deze boom. Als je al die dode bladeren eraf gaat plukken, wat ik eigenlijk nog even moet doen, dan heeft de boom veel meer energie om andere stukjes te laten groeien. Zodat de boom weer gaat bloeien. Hey, dat is even een goede tip, toch? Dus dat ga ik nog eventjes doen. En daarnaast heb ik nog even wat toffe Minecraft afleveringen opgenomen. Het duurt niet lang meer of D en ik die gaan op pad weer naar het buitenland. Dus dat wordt ontzettend tof, maar we moeten heel erg veel dingetjes al gaan voorbereiden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace! Knol Power!